En ik hoop oprecht, voorzitter, dat ik het mis heb. Maar zoals ik het nu zie, zal het potjespensioen de geschiedenis ingaan als het pensioen waar een potje van is gemaakt. En voorzitter, ik probeer altijd constructief te zijn. Ik ga op zoek naar kansen en naar oplossingen als het gaat over de inhoud. En ik moet helaas zeggen dat de nieuwe pensioenwet voor mij nog steeds voelt als een risico. Dat voornamelijk, en ook nog zonder behoorlijke kaderstellingen, overgelaten wordt aan sociale partners en de fondsbesturen. En ook met de nieuwe berekeningen en de tegenstrijdige cijfers heb ik het gevoel dat we 1500 miljard gaan verdelen zonder dat we precies weten wat dit nou gaat betekenen voor mensen hun pensioen. En die overgang naar dit nieuwe pensioenstelsel is buitengewoon complex. Het is kostbaar, het is voor mij niet uit te leggen en nogmaals, het is zeer, zeer risicovol. De pensioenpot herverdelen. Een hele grote pot geld. En dat onder economisch zeer moeilijke omstandigheden. En om gepensioneerden erop vooruit te laten gaan, moet er zeer risicovol belegd worden. En voorzitter, ik kan hier alle twijfels en risico's opnieuw herhalen, maar ik zal dat maar achterwege laten. Dat hebben we al gedaan. En laat ik het zo zeggen, voorzitter. Sommige mensen zullen het misschien niet zeggen, maar ik hou echt wel van een beetje spanning en risico. En ik hou van verandering. Ik hou van motocrossen, van motorrijden. Ik ben dol op achtbanen bijvoorbeeld. Maar ik wil wel weten dat die achtbaan waar ik dan in zit, die dan een vrije val maakt, weer omhoog gaat en wat complexe losse schroeven maakt en uiteindelijk mij weer veilig afzet. Maar deze pensioenachtbaan blijft voor mij in de vrije val, voorzitter. En ik zie het koopkrachtig pensioen nog niet aan het eind van de rit. En hoe precies en of ons pensioen veilig en goed wordt herverdeeld, we weten het niet. En of onze jongeren nog een redelijk pensioenpotje hebben, ik weet het niet. Of de groep 40-60 toch al die flink hebben ingelegd, straks niet een groot deel van hun pensioenvermogen moeten inleveren, dat ze geraakt worden door het afschaffen van de doorsneepremie en onvoldoende gecompenseerd kunnen worden, ik weet het niet. En of en wanneer de gepensioneerden eindelijk er wat bij krijgen, of dat het geld gaat naar het compenseren van de afschaffing van de doorsnee, we weten het niet.